we gaan door, dames en heren, met de volgende aflevering. We zijn weer crewmate. In de vorige aflevering hadden jullie gezien dat wij gewoon insane ons hersenen gebruikten. Dat we gewoon die mensen helemaal volledig popten. We gaan nu zien of wij onze goede hersencellen kunnen gebruiken. En mensen, weet je wat het is? Sommige mensen gaan je gewoon volledig op het verkeerde spoor brengen. Ze maken je helemaal para. Maar oh ja, als iedereen gewoon zijn taken doet, kan er in principe niet zoveel gebeuren. Ik zie hier Sami met mij alleen. Samen met Disco, oké, dit kan niet fout gaan. Tenzij ze alle twee imposter zijn. Maar dat geloof ik niet. Mensen killen hier niet zo snel, omdat ja, ze kunnen wel via die dingen gaan. Oké. Gewoon mijn taken doen. Scottboy. Kom op, niet Scottboy, niet killen. Nice, oké. Gewoon niet in het begin worden gekild en dan zijn we safe. Dan zijn we safe. Oké, doe die taken. Doe die taken, doe die taken. Juist. Oké, Tobicep en gewoon Quinn. Kijk, als een van die boys gewoon gekild, dan zijn ze het domste ooit. Maar dat doen ze niet. Oké, hier staan best wel veel, dus kan ik hem niet doen. Reactor. Die moeten we eerst even fixen. Is al gedaan. Even kijken, moet ik nog hier even kijken iets doen? Volgens mij niet. Pizza stukje. Oké, de cavatare is gecomplete. Oké, dan moet ik dit doen. Hop, 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 hop. Lekker op Scottboy. Hier sta je toch. Stel, ik ben een keer een post, moet ik wel een beetje weten hoeveel ik dus moet doen. 20 keer. Hendel omlaag halen. Tobicep staat hier nog steeds. Wat doet hij? Dat is geen taak volgens mij. Er staat een dead body daar. Heel verdacht. Wat is dit? Jordi Tobicep iets uit te leggen? Ik vind het heel verdacht. Ik vind het heel verdacht ook. Jordi, ik zweer, Tobicep loopt letterlijk langs die body. Wie heeft body gereport? Wie heeft body gereport? Tobicep, jij loopt er letterlijk langs. Ik heb body gereport. Ik wou net reporten. Body. Ja, Jordi, misschien was je gewoon... Misschien nee, Scott, ik meen het, bro. Ik meen het echt. Bro, hey, boys, hou even... Hou Tobicep en Jordi in de gaten. Nee, Tobicep, hoe kan je die body niet zien? Ik zou... Omdat hij daar was daarna pas gemaakt. Ik zat daar met, hoe heet het? Nee. En ik zat gewoon mooi. Scott, luister even één goed. Ik liep van, je had het bij Weapons gezien daar. Oh ja, ja, ja. Ik liep netje naar onder, bro. Hoe kan ik ooit die body daar al hebben gemaakt? Dan moest je het al zien. Ah, boys, to be set, weg ermee. Ik ging was voor, ik was met Jair. Nee, is het 100%? Top, hoe kun jij het niet zijn? Kijk, wat ik denk is dat Scott en Jordi ook samen zijn. Top, jij bent 100%! Oh, jij bent zo dom! Jij bent echt... Ja, Tobicep, jij loopt echt te mottelen. Tobicep, jij verdenkt Scottboy en mij, terwijl wij letterlijk naast de hele tijd bij ons stonden. Ik ook gewoon zomaar. Tobicep, als jij het niet bent, Tobicep, dan ben je echt blind. Ik zweer, dan ben je echt blind. Het kan nog steeds Jordi en Scott zijn. We gaan door, dames en heren. Tobicep is eruit geschakeld. Ja, ik denk dat hij het is, want hoe kan hij anders ooit? Dat kan toch nooit? Hij moet die body hebben gezien. Dat moet. Laten we dit ding fixen. Wie is dit? Gewoon Quinn. Trouw ik ook voor geen meter. Oké, even snel uploaden. Kom op, gewoon Quinn. Laat mij gewoon 7. Ik moet Tobicep eigenlijk in de gaten houden. Oh nee, Tobicep is er al uit. Oké, verder weet ik nog echt letterlijk niemand. Ik vind nog niemand eigenlijk verdacht. Ik heb hier Sami en Indo. Sami. Kom maar, Sami. Doe je niks op, bro. Oké, daar lopen Jer, Scottboy, gewoon Quinn. Jer, Scottboy, gewoon Quinn. Wat doet Jer? Jer gaat bij mij samen hierheen. God. Too slow. 3 again, bro. Oké. Ik heb mijn taak al gedaan. Scottboy en Jer zijn de hele tijd bij elkaar. Oké, nice. Er gebeurt op dit moment helemaal niets. Sami, gewoon Quinn. Oeh. Emergency meeting, dus het is geen dead body. Sami is het sowieso niet. Laat Jer eens praten waarom nee, hij... Ik was even benieuwd of iemand dood was ofzo. Je weet maar nooit toch? Eerst was er toch twee man? Nee. Tobicep is gewoon uitschakeld. Oké, okay, boys, let op. Sammy, dit is zo lang wat te fixen, bro. Die ene. Die oxygen. Ik kan het pas laat. We kunnen elkaar pauzeren. Nog helemaal rechts daar naartoe. Hey boys, we kunnen het moeilijk maken en we kunnen het makkelijk maken. We zijn bijna klaar met die taken. Skip ook gewoon, maar ik was gewoon benieuwd of iemand dood was. Het was gewoon even een emergency meeting. Even kijken hoe en wat, of er een dead body al was, maar er is niks aan de hand. En ik heb een taken gedaan volgens mij. Oh nee, ik moet toch O2 doen. Even kijken, O2 is helemaal rechts. Dus gaan we die nog even doen, nog twee taakjes en dan zijn we klaar. En dan moeten eigenlijk de andere boys gewoon de taken fixen, want dan hebben we gewoon gewonnen. Stanley vertrouwt voor geen meter. Hij zegt ook niet zoveel. Ik zie ook gewoon nergens boys lopen nu. We gaan de licht even fixen. Juist. Hij is nog steeds gefixt of wel? Ik heb hier gewoon Quinn en Sami. Volgens mij zijn we bijna klaar met de taken. Dit zijn een beetje shitty imposters. Ik zie ook gewoon nergens iemand lopen. Het is moeilijk om nu een kill te maken hoor. Sami en gewoon Quinn. Die vertrouw ik ook voor een meter. Maar we zijn hier met zoveel man. 15 seconden. Iemand moet de oxygen fixen. 10 seconden. No way.
Fix dat ding, boys. Oh my days. Nee! Ik wist dat Indo was gewonnen. Jij bent in de blik. Boys, hoe hebben we dit verloren, man? We hadden net een nerdje ding. Hoe kunnen jullie de taken niet fixen, boys? Oh, ik heb al mijn taken gedaan. Ik heb alles gedaan. En Top Bicep, hoe blind ben jij, bro? Wanneer? Jordi, jij bent ook blind. Jij loopt vol langs die body. Jij loopt vol langs Jer. Ben dat zijn imposter? Come on! Ik kan niet gelijk dom doen. Ik moet het gewoon slim gaan uitspelen. Niet te dom doen. Niet gelijk iemand gaan killen. Ik weet niet waar die taken allemaal zitten, dus ik kan het ook niet zo goed faken eigenlijk. Wie is paars? Dat is Steel volgens mij. Ja. Oké, Stanley, roep maar. Ik ben paars. Oh nee, ik ben geen paars. Wat heeft de Bicep nou weer gedaan? Wat heeft de Bicep nu gedaan? Boys, één nieuwe praat. Hij zit bij een upload als eerste doen. Kijk, het is gewoon dat ik dit spel gewoon goed ken, maar... Ja? Hij loopt naar weapons en daarbovenin is een upload. Dus je moet eerst iets downloaden, voordat je kan uploaden. Maar hij staat al meteen daar te uploaden, terwijl dat geen test kan. Top Bicep, dag! Hé, wacht. Het kan ook zijn dat hij dit expres zegt. Ik was gewoon te downloaden, meer niet. Hoe moet ik iets anders uploaden of zo? Weet ik veel. Ik vertrouw het niet. Maar Top Bicep praat niet ook dat hij het is, maar... Ik kon gewoon even skippen. Maar straks is het Stanley, weet je dit zeker? Stanley, weet je het 100% zeker? Stanley, weet je het 100% zeker? Stanley, neem nog één keer wat ik deed. Jullie zijn oprecht dom, hè? Ik hoor zijn stem. Nee, ik moet terug. Ik hoor zijn stem. Ja, we houden gelijk foto's. Gewoon in de gaten. Hou gelijk Stanley. Hou Top Bicep in de gaten. En Stanley ook. Hou in de gaten, letterlijk. Stanley ook. Oké, ik ben totaal nog gewoon niet verdacht nu. Dit is top. Dit is echt top. 26 seconden killen, 23 seconden. We moeten zo meteen wel iemand gaan killen, want het duurt echt veel te lang. Ik wil zo niet gelijk gecatcht worden, zo niet. Kijk, het beste is bijvoorbeeld om Stanley er niet uit te poppen. Ik moet gewoon niet dom gaan doen. Shit, het is lastig, dames en heren. Kijk, die taken gaan gelukkig niet zo snel. Scott, dit is Scott. Wat? Eén iemand praat, boys, alleen Stanley praat. Scott, zo Scott, boys. Wacht, Disco, nee, bro, Disco, niet gelijk focussen, bro. Oh mijn god. Stel het eens zelf een report of zo. Hey, wacht. Luister. Oh. Ik zat camps. Het is sowieso Stanley of Scott, boy. Ik zag gewoon gekild worden, maar ze zaten in elkaar. Stanley of Scott, boy. Ja, maar Stanley, jij kan ook gewoon tandwaard faken. Dat je lichtblauw zag. Oké, Scott, boy, wat heb jij even. Ja, lichtblauw zag je eerst bij Edwin. Ik kom er gewoon langs deze Stanley kant op. Wat? Ja, dit is kut, man. Mag ik zeggen wat ik denk? Ja, Tobias? Stanley had mij ook al, zeg maar, beschuldigd. Ja, daarom, dat denk ik zo. Maar het lijkt me, hij is niet zo dom dat hij twee keer dezelfde, zeg maar... Hoezo zou je steeds zoveel mensen gaan verdenken? Wacht. Het lijkt me geen actie voor Scottboy om iemand te killen voor iemand anders en dan hem te verdenken. Alleen, nu fake ik hem niet. Net dacht... Ja, maar dat... Ik ook facts. Let op. Ik heb gestemd. Oké, 100% Scottboy, dat kan ik wel. Ja bro, maar ja, dat 80% kans op Top Bicep. Oké, twee foto's van Stanley, twee foto's van Scott. Hey, ik zit nog totaal buiten deze, maar ik moet Scott. Nu... Sowieso zij en ik moet nu iemand gaan killen. Hey, kunnen ze geen dubbelkill? Ik heb Scottboy sowieso gesaved. Ik heb Scottboy maar G gewoon gesaved. 3-1-3-3-3. Hey, we gaan die dingen even doen. Pats. Ongeveer 20 keer. Ja, nu ongeveer wel. Oké, gewoon Quinn heeft dat gezien. Dus gewoon Quinn kan mijn back hebben, dus die moet ik juist niet killen. Wie ik ga killen? Sami. Oh, body for reactor. Oké, Disco, praat, waar? Hoe dat helemaal bij onder, bij storage. Ik liep helemaal via cafetaria naar reactor, dus zag ik Sami liggen. Self-report. Met wie stond ik in electrical? Oké, Disco, ik was eerst met Jer. Ik was eerst met Jer. Bij communication, ik wou eerst teamen, want ik wil laten zien bij Shield. Ja, ik vertrouw jou niet, dus daarom liep ik naar boven naar admin. Ja, ik ben net met Jer, yes? Voor de helft naar reactor, maar daar heb ik een task. Quinn, jij zou maar rechts boven die toss doen, hè? Ja, jij was die meteoriet aan het schieten. Oké, Quinn kan me sowieso ook foutje. Dit komt slecht over voor mij, jongen. Oké, dit komt echt slecht. Ik was met Sami. Maar wat denkt Stanley? Ja, Stanley was samen met Sami. Bij Electrical lopen er langs twee. Maar Stanley, jij denkt dat Disco misschien een cel-report heeft gegooid? Ja, Scottboy, waar ben jij? Ik ben boven. Waar boven? Ja, gewoon op midden. Ik ken die man. Cafetaria. Dus die killt hem bij camps. Die vent daar met B, die is nu boven. Oké, dat zou eventueel een optie kunnen zijn. Is dat geliefd?
Discus heeft. Oké, boys, stel, vote nu Scottboy. Dan hebben we gewonnen. Ja, als het zo zou, zouden we nu Scottboy voten. Oké, hoe zou Scottboy of Stanley? Is het 100% boys? Deze Stanley? Hij is nu ook wel bij Sami, hè? Maar kijk, nu denkt hij van, als we Scottboy eruit voten, hebben we weer er één uit. Ja, nee, maar nee, dan hebben we gewonnen. Ja, of jij bent het gewoon, bro. Dan zit je gewoon alsof... Oké, vote hem er nu uit. Wil het of we hebben gewonnen? Nee, skip maar gewoon. Ik vertrouw je niet, Stanley. Stanley, vertrouw je niet. Deze Stanley, bro, hij probeert mensen even het schot te geven. Shit, ik kan eigenlijk wel zeggen wat ik ben. Maar bro, Stanley, jij praat het meest. Dus het is gepaald. Zeg maar, ben je er nog niet, Discord? Oké, boys, ik ga door. Doe je test, doe je test. Dat was hem niet. Oké, dan gaan we. Discord is per ongeluk geliefd. Dus er waren 3 foto's van Scottboy. Licht gewoon even fixen. Ik doe toch gewoon een beetje alsof ik gewoon wat aan het doen ben. Kijk, gewoon Quinn heeft nog steeds mijn back. Die heeft nog steeds mijn back. Ik moet nu niet gaan killen hier. Oké, Jer loopt naar onderen. Dio komt zo meteen van boven. Ga erin, vent! Oké, ik hou gewoon een beetje de camera's in de gaten. Oké, we hebben nog 1 gekild. Gewoon chillen. Hier gewoon even omhoog, zodat we een beetje safe zijn. Dit gaat goed. Ik hoop dat Scottboy ook een beetje aan is. Shit. Heeft Scottboy eentje gekild? Hij ligt bij upper engine. Zet ik heb voor de rest niemand gezien. Let's go. Ik weet wel dat Jordi safe is. Ja, het is Jordi. Oké, ik liep de hele tijd met Stanley. Wat? Ik had mijn test klaar, we zijn in cafetaria gaan wachten met z'n tweeën. Wij waren de hele tijd samen. Okay, maar dan... Quinn kan mij sowieso foutje. Quinn kan me sowieso foutje. Nee, boys, ik kan geen hersenschudden hiervan. Nee, bro, ik meen het. Quinn kan me sowieso foutje. Ik ben het niet, anders is het Quinn. Dat was gewoon zelfreport. Oké, maar luister, boys. Mag ik alsjeblieft beginnen met... Stem Scottboy eruit. Dio, jij hebt de hele dag gewoon... Stanley, jij kan ook dat zo zijn, de hele dag. Maar, maar misschien is Stanley wel gelijk nu. Bro, hij maakt het persoonlijk nu. Hij is al de hele dag! Ik gok het erop. Quinn, wie doen wij? Scott, Quinn en wat doen wij? Ik ga Scott. Stanley, bro. Stanley is de hele tijd zus. Oprecht. Maar Stanley. Broer, ik zeg net hij is safe. Wie hebben jullie gestemd, boys? Ik heb Scott, Stanley, bro. Allemaal Scott? Scott, boys. Oké, ga mee. Stanley en Dio waren samen. Dank je. Hoe doe je als je niet gelijk hebt, Stanley, jij komt je echt halen. Maar dan was ze mij echt wel geschenkt. Nu moeten we ervoor zorgen, dames en heren, dat wij gewoon... Doe je taak als je dood bent, AWB. Je weet toch? Nee! Let's go! Jordi en Scott. Dat was Jordi en Scott. Stanley, begin als Jordi, hoe de fuck was jij het? Je had vooral ruimte om mij te killen. Ja, maar Quinn, ik wil jou steeds hebben dat jij me ging back hebben, zeg maar. Quinn, jij bent echt het domste of zo. Echt. Nee, ik heb gewoon Quinn gewoon slim gebruikt. Ik heb hem steeds niet gekillt, omdat hij steeds mijn back had dan. Maar als je mij in de lobby hebt, dan gaat het niet zo makkelijk. Wow! Als je hem had gekillt, had je gewonnen. Wat? Als je hem had gekillt, had je gewonnen. Ja, maar ik had nog die cooldown had ik nog. Ah, helaas niet gewonnen, dames en heren. We moesten sneller. Toch. Ik heb leuke potjes gehad. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Aflevering 3 ready. Moeten we hier meer van hebben zien? Laat weten in de comments. En dan check ik jullie bij de volgende Among Us video weer. Groeten.